Van het Geversdijnootplein in Scheveningen vertrekt lijn 8 met een opvallende passagier in de richting Den Haag. Een paar minuten later rijdt lijn 8 met bijwagen en al door de kleinste stad van Nederland en is de passagier een opvallende verschijning geworden in Madurodam. Het is de Nederlandse mannequin Joke de Kruif. Ze draagt een cirkelvormige plastic cape met appliqués die gecreëerd werd door de beroemde Franse modekoning Pierre Cardin, die zelf kritisch toekeek toen een deel van zijn voorjaars- en zomercollectie 1969 hier getoond werd. Cardin is de eerste Franse couturier geweest die zich ook toelegde op herenkleding. Dit jaar gaat de man volgens Cardin vooral gekleed in pakken van lichte jersey die hij soms voorziet van vinyl oplegstukken. Als meneer mee uit winkelen gaat, moet hij makkelijk door de knieën kunnen gaan, meent Cardin. Dus soepele wollen stof, zoals deze met een zogenaamde Prince de Galles ruit. De 5 mannequins en 3 dressmen, of in goed Nederlands kleedheren uit Parijs, waren voor het publiek in Madurodam een extra bezienswaardigheid. Maar de vaste bewoners waren minder verrukt. Op een party aan boord van een cruiseschip bijvoorbeeld zal deze katoenen avondjurk zeker indruk maken. Overal elders trouwens ook. Cardin heeft een speelse inval nogal open uitgewerkt. Een japon die slechts voor zeer slanken lijkt weggelegd. Hoe chic zijn scheppingen ook dit jaar weer zijn, toch ziet Cardin de kleding voor de vrouw in de toekomst verdwijnen. Volgens hem zal zij in het jaar 2000 slechts gehuld gaan in cosmetische crèmes en verf, in overigens wel verwarmde steden. Een voorspelling waarop mini-stad Madurodam zich dan alvast maar moet voorbereiden.